Bent u blij met Amstelveen? Ja, soms. Soms? Ja, waarom soms? Nou, het is hartstikke rustig hier, maar het is soms niet echt de plek voor jongeren, weet je? Nee, en hoe zou je dat dan willen veranderen? Ik zou niet weten. Ik hoop al een jaar hier. Niet meer met uitgaansgelegenheid of? Nou, kijk, eigenlijk is dat niet zo'n probleem, want Amsterdam is toch in de buurt, weet je? Ja. En waarom ben je hierheen verhuisd? Nou, omdat mijn werk hier in de buurt is. Ja, ik woon eerst in Almere en mijn werk is gewoon, 50 kilometer reizen. Dus daarom ben ik hier gekomen. Zou je hier wel willen blijven wonen of ga je later weer terug? Ik denk dat ik later wel terug ga, maar dan heb ik het over 1,5 jaar of zo. Ik zit nu goed hier. Wat vind je nou de mooiste plek in Amstelveen? Oh, het park, daar zo. Ja, het is daar verderop. Het is daar bij mij op de hoek. Boersenpark of zo heet het. Of Broersenpark, ja. Kan wel. En wat vind je er dan zo mooi aan? Nou, het is gewoon schoon, geen poep, niks. En dat kom je bijna overal tegen. Okay. Ja. Dankjewel. Je hebt mooie monumenten daar ook. Bent u blij met Amstelveen? Redelijk. Ja, hoezo redelijk? Nou, ik vind dat Amstelveen er een beetje een zootje van maken wat betreft vuilnis ophalen en dat soort zaken. Maar ook fietspaden en oversteekplaatsen. Het is jammer, maar ze doen er niet genoeg aan, vind ik. En niet alleen ik hoor, heel veel andere mensen. En hoe zouden ze dat dan moeten veranderen? Gewoon de fietspaden en de voetgangersoversteekplaatsen veel veiliger en beter maken. Maar dan ook doen. Niet denken van nou, we plannen dat wel. Nee, gewoon een keer doen. En ze met vuil ophalen, ook met plastic zak op straat, het waait alle kanten uit. We krijgen wel een papierbak waar je helemaal niks in hebt. We hebben hier in dit buurtje 3 ondergrondse papierbakken. Ja. En dan krijgen we allemaal een grijze container met een blauwe deksel voor het papier. Slaat toch nergens op? Laat ze denken aan het plastic. Doe daar wat mee. En zo schort er een heleboel dingen aan Amstelveen. Het wonen op zich is wel prettig. Maar ik vind dat er heel veel tekort gedaan wordt. En waar word je dan wel blij van in Amstelveen? Waar ik wel van blij van ben is de redelijke veiligheid hier. We hebben natuurlijk veel groenvoorzieningen. Dat is allemaal wel prima in orde. Dat vind ik allemaal wel prettig. En de woonomgevingen zijn prima. En hoe lang woont u hier al? Mijn hele leven. Ja, en wilt u nog tot je hele leven hier blijven wonen? Of, ja, dat wel. Ja, ja. En wat vindt u nou de mooiste plek in Amstelveen? De mooiste plekken, ja, dat zijn de groene stroken, de Braak en de Broezenpark. Stadshart vind ik geen donder aan, dat is heel saai. En hoe zou je dat dan willen veranderen? Ja, veel attractiever maken gewoon. Door uitstraling klopt niet. Het is gewoon een kille, kale, niks zeggende Stadshart. En er wordt wel met alle machten beach, volleybal en zo gecreëerd en dat soort zaken. Maar het is niet voldoende. Het is gewoon absoluut niet voldoende. Dus, Oké. Dank u wel. Oké. Tot ziens. Fijne dag verder. Bent u blij met Amstelveen? Ja, heel blij. Ja, ik woon hier al zolang ik geboren ben, dus 61 jaar. Nee, geweldig. Ik vind het een heerlijke plek. Oude dorp, het is gewoon heel leuk. Ja. Word je dan het allerblijst van? Ja, waar word je het allerblijst van? Dat weet ik niet. Tevreden met jezelf? Ja. En wat zou je dan willen veranderen in Amstelveen als je iets kon veranderen? Dat de mensen niet zo tegen elkaar infietsen op de fietspaden, dat ze daar beter op gaan letten. Dus één aan die kant en de andere aan die kant. Geen die... Okay. Ja, tegenverkeer is vreselijk hier. Vooral dit kleine stukje hier in Amstelveen. Ja. Heel erg. Ze fietsen maar een eind heen en als je er wat van zegt, krijg je een grote mond. Dus de mentaliteit is een beetje ver te zoeken. En hoe kan het dan veranderen volgens u? Meer borden of... Goed opletten, de politie meer laten komen. Ja. Ja, nee. Ja, dat was het eigenlijk. En wat vindt u dan de mooiste plek in Amstelveen? Waar wij wonen, bij de Kasselaan. Het parkjes hebben we en het bos hebben we. Ja, gewoon geweldig. Lekker veel groen. Ja, heel veel groen. Ik kan overal heen met de kindertjes rondom. Het is geweldig. Geweldig, ja. Helemaal top. Hallo. Bent u blij met Amstelveen? Ja. Ja? Waar wordt u dan blij van? Nee, ik word niet blij. Ik ben gewoon blij dat ik hier woon. Goed huis. Waardhuizen. En nou, als je zo hier rijdt in de omgeving, dan zie je alleen maar groen en bloemen. Winkels bij de hand, ziekenhuis bij de hand. Nou, dat was het. Bent u blij met Amstelveen? Moet ik over nadenken. Het zegt me niet zoveel, Amstelveen. Ik vind wel, ja, het hoort erbij, maar ik heb er voor de rest niet zoveel mee. Nee? Mag ik dat zeggen? Tuurlijk. Oké. En wat vindt u dan wel de mooiste plek van Amstelveen?
stadshart. Ja, wat vindt u er nou zo mooi aan? Leuk dat plein, een beetje leven, winkels eromheen, restaurants. Ja, dat vind ik het leukste. En als u iets zou kunnen veranderen in Amstelveen, wat zou u dan willen veranderen? Ja, dat wordt moeilijk hoor, want daar moet je echt een architect bij hebben. Maar het zou meer moeten leven. Ik bedoel, het stadhart leeft, maar de rest leeft niet zo. Dat zijn allemaal van die dode buurten. Ja, ik weet niet hoe je dat zou moeten doen. Dus meer terrasjes of? Bijvoorbeeld, misschien. Ja. Ja, misschien meer voor kinderen of? Ook. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Dat brengt er weer een beetje leven in de brouwerij. Ja. En als je iets zou kunnen veranderen in Amstelveen, wat zou je dan willen veranderen? Ja, een beetje meer terrasjes. Net zoals Amsterdam. Op het stadshart? Ja, zoiets. Bent u blij met Amstelveen? Ja, helemaal. En waar wordt u dan zo blij van? Oh, nou, omdat ik alles is dicht bij de winkels en dicht bij de tramhaltes en alles. En voor onze auto's is het gewoon ideaal. Woont u hier zelf ook? Ja. En hoe lang al? 5 jaar. En waarom bent u hierheen verhuisd? Nou, net aan de Amstel, je weet het kleine dorpje daar. Dat werd even een beetje te moeilijk dus voor ons. Vooral in de winter. Hè? Dan kwamen dus onze vrienden niet meer, want dan is het weer sneeuwen of hagel. Nou. Het was slecht bereikbaar. Nou ja, er was ook geen busverbinding. Nee, we zijn. Dank God op mijn blote knieën dat ik hier woon. Bent u blij met Amstelveen? Nee. Nee? Nee. Hoe komt dat? Amstelveen vind ik wel heel mooi groen. Maar de busverbinding is gewoon bespottelijk. Want ik heb namelijk een hartklep die zit vast. En ik heb het heel moeilijk met ademhalen. Je ziet ook al lopen hoe zachtjes, mijn karretje. Dus als je ziet wat een busverbinding hier. Na 6 rijdt er al geen bus meer. Want ik moet nu opgenomen worden in het ziekenhuis hier zo. Ja. Mijn vrouw kan s'avonds niet met de bus. Want hij rijdt maar tot 6 uur. En vroeger reed de bus altijd vanaf de Riek Blokland Paterlaan. Reed hij altijd naar het ziekenhuis zo langs. Ja. Dan komt hij helemaal niet meer. Dan moet je altijd van eerst helemaal naar het, moet ze eerst helemaal naar het busstation. Bij het stadcentrum. En dan, ja, dan moet je maar kijken of je moet met de tram gaan. Dan moet je heel eind lopen. En mijn vrouw is ook 75. Dus dat gaat allemaal niet meer zo goed meer? Nee, kijk, en ik moet nu 4 weken in dat ziekenhuis gaan liggen. Nou, dat is toch bespottelijk als er daar geen bus rijdt. Nee. Nou, dat bedoel ik. En daarom vind ik Amstelveen. Kijk, om te wonen, ik woon prettig. Maar om nou te zeggen zo... Openbaar vervoer niet? Schandelijk, schandelijk. Dus de tijden zijn niet goed en het is niet goed bereikbaar, de busstations? Nee, nee. Niet dichtbij? Nee, niet meer naar de dingen toe, naar het ziekenhuis. Nee, want in het weekend rijdt er helemaal geen bus meer. Nee. Zaterdag, zondag rijdt er geen bus bij ons. De hele, van de hele bankras daar zo. Daar rijdt er geen één bus meer. Nee. Nou, om elke keer een taxi te betalen, dat is dat natuurlijk ook niet. Nee. En dan moest ze helemaal lopen vanaf de Riek Blokland. Moest ze helemaal lopen hier naar de trambaan. Nou, dat is... Niet te doen? Nee. Het is gewoon schandelijk. Dan leggen ze daar een hele dure busbaan aan. En het gebruik is 0,0. Maar vroeger kon je zo op de bus, de 165 nam we. Of mijn vrouw die nam 0, want ik heb, kijk, ik ben al geopereerd, zie je. Dus vroeger nam ze de 165 en die reed zo voor het ziekenhuis. En s'avonds terug ook. Ja. Maar nou is er, door de week is er geen verbinding in het weekend. En s'avonds na 6 is er ook geen verbinding meer. Nou, wat. Dan kan je niks. Wat moet ik? Wat ik daar leg? En mijn vrouw thuis, die zit thuis te denken van, hoe zou het gaan met die ouwe? Ja. Nee. Het is gewoon. Het is zonde. Openbaar gevoel.